vind het echt een heel mooi onderwerp waar we vandaag met elkaar over te spreken hebben. Want het familierecht, dan raak je toch wel... we zeggen, we mogen niet achter de voordeur komen, maar dit is toch wel iets, een heel belangrijk ding wat ons allemaal raakt. We zoeken allemaal de warmte en de geborgenheid van het huis. En als we daar juridisch bij kunnen helpen of ondersteunen, dan zijn we daar met alle verantwoordelijkheden, moeten we daaraan bijdragen. Met die blik kijk ik er ook naar. Dat het onze plicht is en onze verantwoordelijkheid om iedereen de warmte en de geborgenheid te gunnen en te geven. Dat vraagt ook om een stukje bescherming. En misschien ook als je kijkt naar een nieuw sociaal contract, op sommige punten ook een stukje terughoudendheid. Ik wil het hebben over het meer ouderschap, de intrekking van de wet over de veranderen van geslacht, adoptie en draagmoederschap en tenslotte over de kindontvoering. En dat, ik besef me dat het in een roltreinvaart moet. Wat betreft dat meer ouderschap, voorzitter, hier ligt ook een brief aan ten grondslag. Ik realiseer me heel goed. We hebben in het kader van de toenemende regenbooggezinnen die we hebben, maar ook het toenemend aantal tweede huwelijken wat we hebben, dat we vaak ook complexere situaties hebben. En dat vraagt inderdaad om meer ouders. Maar ik vraag ook om de keerzijde van het verhaal en de complexiteit die dat met zich meebrengt. Vooral als bijvoorbeeld een tweede huwelijk weer uit elkaar spat. Of je dat dan weer terug moet gaan eiken. Er is een staatscommissie geweest, herijking ouderschap. En die adviseert om het inderdaad meer mogelijk te maken. Voorzitter, onze fractie is hier heel erg terughoudend in. Wij zeggen, maak het alsjeblieft niet gecompliceerder dan dat het is. We hebben nu twee oudersystemen zoals we dat hebben. Natuurlijk zul je in bepaalde situaties pragmatisch moeten zijn en meer ouders ook aan tafel moeten hebben met elkaar, om met elkaar te spreken. Maar alsjeblieft, ga niet het pad op dat je ook ten behoeve van het kind de boel alleen maar optuigt en optuigt. Maar wij pleiten voor wat dat betreft op meer gewoon die simpelheid die we in onze samenleving ook hebben, ook voor het oog van het kind. Daarop volgend. Interruptie van de heer Sneller op dit punt. En laten we dan meteen even van de gelegenheid gebruik maken. De heer Sneller heeft dat uitstekend getimed. Nu gaat er een bel van 1 minuut en dan wachten we even, want dan zijn we niet goed te horen. Wij waren gebleven bij de heer Sneller. Dank u wel, voorzitter. En vlak voor de bel zei mevrouw van Vroonhoven. Eerst dat de samenleving en de manieren waarop we samen wonen, samen leven, heel ingewikkeld zijn. En daarna zei ze, maar laten we het zo simpel mogelijk houden juridisch. En mijn vraag aan mevrouw van Vroonhoven is hoe ze die twee nou precies met elkaar verenigt. Want is het niet beter om dan de juridische werkelijkheid ook te laten aansluiten bij die wat ingewikkeldere en complexere manier waarop de samenleving zich heeft ontwikkeld? Mevrouw van Vroonhoven. Voorzitter, daar verschillen D66 en een nieuw sociaal contract ook wezenlijk van elkaar. Ik lees ook in de stukken dat er staat dat er nu geen wettelijk kader is en dat dat zorgelijk zou zijn. Wij zeggen dus wel degelijk een wettelijk kader. En we kunnen wat dat betreft, hebben we ook als je vanuit het kind denkt, heb je heel goed voor ogen wie nou de ouders zijn en hoe je dat moet doen. En om die boel nou heel erg op te tuigen en daar maar meer en meer ouders aan toe te voegen, plus alle risico's die dat van dien heeft, als de boel inderdaad weer uit elkaar spat. Wij zeggen van alsjeblieft, hou er rekening mee dat, en ik kan er ook voorbeelden van noemen, hou er rekening mee dat het kind er niet bij gebaat is, dat er van alle kanten zeggenschap is, dat er van alle kanten schooladviezen meegegeven kunnen worden. Dat gezegd hebbend. Voorzitter, Sneller heeft nog een vervolgvraag. Ja, omdat ik ook in de stukken heb gelezen, en mevrouw van Vroonhoven ook, de opbrengsten van die focusgroepen van ouders en kinderen uit meeroudergezinnen. En dat daar een hele reeks van medisch, je kan niet mee beslissen, financieel, je kan geen aanspraak maken op bepaalde regelingen. Het is emotioneel belastend voor die kinderen, de huidige regelgeving. Terwijl er staat ook heel veel aan de andere streep, en daar hoor ik mevrouw van Vroonhoven eigenlijk niet over. Hoe weegt zij die dan? In het licht van haar betoog om het zo simpel mogelijk in haar woorden te houden.
Voorzitter, het gaat hier om dat er aantal, als je het hebt over de opvoeding van een kind, moeten een aantal fundamentele beslissingen genomen kunnen worden. Het zijn beslissingen die misschien ad hoc genomen moeten worden, als er bijvoorbeeld iets van spoed is, bijvoorbeeld in het kader van de dokter. Maar het zijn ook langere termijn beslissingen die je met elkaar moet nemen. En natuurlijk zul je met meer ouders om de tafel moeten kunnen zitten om tot een gulden middenweg te kunnen komen. Maar uiteindelijk is het zo, als je bijvoorbeeld een tweede huwelijk hebt, en je hebt dus stiefouders, dat je op een gegeven moment drie of vier, of misschien soms zes ouders hebt die daarover kunnen meebeslissen. Dan zeggen wij als fractie van dat is niet een pad wat we op willen gaan. Voor ons is het heel erg duidelijk van, dat je ook in het belang van het kind moet zeggen dat je dat ook gewoon ook ordelijk en eenvoudig en zo eenvoudig mogelijk moet houden. Gaat u verder. Voorzitter, in het verlengde hiervan, er is een wet uit 2021 ingediend door de voorganger van de huidige minister. De wijziging vermelding geslacht en geboorteactes. Die is gestokt naar de inbreng van het verslag. En hij strekt ertoe dat je eigenlijk die voorwaarden waardoor je van geslacht kan verwisselen, dat je dat veel makkelijker kan en veel eenvoudiger. Bijvoorbeeld, je hoeft geen deskundige verklaring meer te hebben en die leeftijdsgrens wordt naar 16 jaar gebracht. Voorzitter, mijn fractie zou er eigenlijk voor willen pleiten om die wet nu gewoon in te trekken. Hij stokt al ergens, hij is controversieel verklaard. Wat ons betreft hoeft hij niet meer. Dus dat verzoek zou ik hier graag ook aan de minister willen doen. Dan, voorzitter, kom ik op adoptie en het draagmoederschap. Dat zijn twee items waar ik eigenlijk ook een beetje een behoudende toon wil laten klinken. Ik denk ook dat ik misschien met een aantal partijen hier aan deze kant van de tafel meepraat, dat ik zeg gewoon die commercie die moet eruit. We hebben vanmorgen ook een pleidooi gehoord in de krant wat betreft dat draagmoederschap. Ik moet zeggen, ik zit er misschien niet zo radicaal in, maar ik zit er wel voorzichtig in. Als er een kinderwens, die kan heel erg heftig zijn. En dat is belangrijk, daar moeten we op zorgvuldig en gestructureerde en ook juridische manieren mee omgaan. En onder voorwaarden, alsjeblieft. Maar zodra er geld bij is gemoeid, dan moeten wij wat dat betreft misschien nog een stapje extra terughoudend zijn. Ik ben het eens met de minister als hij zegt nu van de voorwaarden die hij heeft, het terugbrengen van die gedachten. En verder zou ik er op een later tijdstip heel graag met de minister nog wel verder, want daar ontbreekt de tijd nu voor, wat langer over door willen praten. En dan zou ik het graag ook in combinatie willen brengen met dat draagmoederschap. En weet in ieder geval dat wij er wat dat betreft ook echt wel in zitten dat die commercie eruit moet. Ten slotte, voorzitter. Maar uw tijd zit erop, mevrouw van Vroonhoven. Mag ik heel even de kindontvoeringen aantippen? Kindontvoering wilt u nog aanstippen in enkele zinnen? Nou, heel kort. We weten dat er vanuit de Nederlandse optiek moet er een formulier worden ingevoerd. We weten dat van ons omringende landen dat daar wat soepeler mee om wordt gegaan. In de huidige, met name Europese omstandigheid, zou ik er eigenlijk voor willen pleiten en de minister willen vragen of dat formulier misschien nog meer in Europees verband getrokken zou kunnen worden. Ik denk dat we daarbij ook de boel makkelijker kunnen markeren. Tot zover, dank u wel.